heeft. Een grondige massage is een van de voorbereidingen voor de windhondenrennen om het kampioenschap lange baan te Utrecht. Vervolgens wordt de lijn uitgerold, waaraan een hazenvel is bevestigd dat de honden uit hun tent moet lokken. De hokken gaan open en daar gaan ze dan. Na een vliegende start rennen de dieren met een 60 km vaart de kunsthaas achterna. Ze storen zich niet aan het slechte weer, maar vliegen als hazen over de baan. Het is wat je noemt een hondenbaan. Toch zijn er onder het publiek die staan te popelen om mee te doen. Er wordt een felle strijd geleverd om de eerste plaats. Of liever gezegd om de haas. Het bochtenwerk en de souplesse van de honden is vooral in de vertraagde opname goed te zien. Als de dieren aan de finish komen is de haas verdwenen, vinden ze dus de hond in de pot. En zo'n lauwerkrans is dan maar een schrale troost, behalve voor hun eigenaar natuurlijk.